Nou, lekker bezig, gaat gewoon lekker door. Het is nog een stukje vakantie. Bas Oei van de Ballet en Dansstudio Schiedam. Bas, wat gaan jullie vanmiddag doen? We gaan lekker dansen met de kinderen. En uh, ja, dan gaan we gewoon lekker een uh, beetje laten kennismaken met beweging en met dansen. En ja, het gaat natuurlijk uiteindelijk dat ze plezier hebben. Wat voor oefeningen ga je erop loslaten? Ja, we gaan natuurlijk gewoon lekker beginnen met een warming-up om te zorgen dat de spieren gewoon goed warm worden. En daarna gaan we gelijk beginnen aan een dansje, zodat ze uiteindelijk aan het einde van de dag een leuk dansje hebben. Is dansen nou specifiek voor jongens of voor meisjes? Nou, eigenlijk is dansen gewoon voor iedereen die het ook echt leuk vindt. Tuurlijk. Je hebt uh, heel veel uh, dames bijvoorbeeld in het vak, maar ook heel veel jongens. En ja, we proberen natuurlijk iedereen uh, ja, warm te maken voor het dansen. Wat is jouw eigen dansachtergrond? Nou, ik, heb, uh, ik ben ooit begonnen bij uh, de Theater van VWO in Rotterdam. En daarna ben ik naar het uh, Albera danscollege gaan in Rotterdam. En ja, ik ben eigenlijk ook, uh, toen ik vijf was, ben ik met dansen begonnen en ik vind het nog steeds super tof. Even voor de duidelijkheid, het is dan niet alleen dansen hè, tijdens je opleiding. Nee, zeker niet. Het is uh, heel veel dansen wel, heel veel dansen, maar ook heel veel theoretische vakken. En ook hoe je het moet lesgeven en ook hoe je om moet gaan met kinderen. Wat heb je nou, je hebt je opleiding achter de rug. Wat was het moeilijkste om te, onder de knie te krijgen? Ja, voor mijzelf, ik ben best wel heel erg veel meer van de urban dansstijl en van hip-hop. En ja, voor mijzelf vind ik het persoonlijk wel lastig om bijvoorbeeld dan ballet te doen. Maar ik vind het wel super tof om te doen, om het ook gewoon te leren. Even over het leergedeelte, toch maar eventjes. Wat voor vakken krijg je gewoon? Wat voor schoolvakken? Ja, qua schoolvakken, echt de moet je gewoon denken aan Nederlands of aan Engels of aan rekenen. Maar bijvoorbeeld ook dingen die te maken hebben met je toekomst, zoals uh, ondernemingschap ja. bijvoorbeeld. Nou, we zitten in de coronatijd. Uh, wat betekent dat uh, voor jullie dan school? Speciale maatregelen, andere lessen? Ja, normaaliter waren we natuurlijk altijd uh, gewoon normaal open met normale lesuren... Alleen we hebben nu wel uh, na de vakantie mogen we weer open. We mogen ook gewoon weer het normale lessenrooster volgen. Dus dat is heel fijn. Maar natuurlijk hebben we heel veel maatregelen genomen. om te zorgen dat iedereen wel buiten de lessen. de anderhalf meter afstand kan houden. Ook genoeg uh, desinfectant. Dan hebben jullie nog iets heel leuks. Jullie werken samen met een school. Welke school is dat en wat gebeurt er dan precies? Dat is uh, Mavo Straveland XL. En we hebben daarmee in samenwerking. dat ze naast hun reguliere vakken. op de Mavo-opleiding ook dans kunnen volgen. Dus eigenlijk gewoon een Dans-Mavo. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Hoe, gaat, hoe ziet dat eruit, die, die lessen en dat dansen? Hoe, hoe is dat elke dag of hoe werkt dat? Ja, ze hebben natuurlijk gewoon op de dans of uh, Maversaveland XL hebben ze alle normale theoretische lessen. En dan daarbuiten nog extra kunnen zij uh, dansvakken volgen op een andere locatie. Jullie doen dat volgens mij al een aantal jaren. Vallen er dan toch ook kinderen onderweg af die niet die capaciteit hebben? Ja, ja je zal altijd kinderen hebben die in het eerste jaar beginnen. En dan kan het altijd zijn dat een kind denkt na het eerste jaar van oh ja, dat is toch niet iets voor mij of soms kan het ook gebeuren dat iemand een blessure krijgt en gewoon niet meer door kan. Dus je zal altijd wel mensen hebben die in het eerste jaar beginnen en dan aan het einde van het jaar misschien toch afvallen. Wat doen de meeste leerlingen die het helemaal afmaken, diplomaatje halen met hun dansgedeelte? Nou, het is natuurlijk een MAVO-opleiding, oftewel dat betekent dat de kinderen nog best wel jong zijn als ze afstuderen. En wij proberen ze eigenlijk warm te maken om na dan de Dansmavo door te gaan naar een vervolgdansopleiding in Rotterdam, bijvoorbeeld.